Oké, er komt een 2 kilometer ei uit. Laten we hopen op die Igglybuff. Kom op, ik wil een Igglybuff hebben. We krijgen een baby. Maar weer de verkeerde baby. En het is niet eens degene van het event, want dat event dat is nog net niet begonnen. Damn it. Hallo dames en heren, jongens, meisjes, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Pokémon Go. En vandaag gaan we lekker bezig met het Ghost Event, het Halloween Event wat op het moment bezig is. Met de nieuwe generatie 3 Pokémon's die erin toegevoegd zijn. Daar een paar kleine nieuwtjes over en dat soort dingen. Op het moment zijn we bezig met het vangen van een Suicune die nog vlak voor het event even verschenen was. Dus die hebben we ook nog even aan het vangen. Ik bedoel, het interesseert me niet al te veel of ik hem heb, want daar is vrij laag. En ja, ik heb hem toch niet nodig. Maar... hey, we gaan het gewoon lekker proberen. We zien het wel, toch? 2, 3. En... huppatee, we hebben hem. Toch niet. Ja, het is heel raar als hij niet gaat trillen en dan wel aan het laden is linksbovenin. Dan moet je zelf gaan tellen. En dat, ja, als je het echt wil weten, weet je, dat kan. Hoe dan ook, het event, het is een leuk event op het moment. We hebben een paar nieuwe Pokémon die we nog niet hadden in de game op het moment. Dus... daar ben ik heel tevreden mee. We hebben natuurlijk weer nieuwe Pikachu met een muts op. En die is super cute als je daar de Pichu variant van hebt. Dus ik hoop die altijd nog heel graag te krijgen, weet je wel. Maar de kans dat je dan je Pichu krijgt op het moment dat je hem wel wil hebben, die kans is heel klein. Dan krijg ik waarschijnlijk alleen maar Togepi's of zo, waarschijnlijk. Gewoon omdat de game haat mij, echt. Echt waar. De game mag mij niet. Het is, ik bedoel, ja... qua baby's haat de game mij. Alle baby's in Pokémon Go haten mij, laat ik het zo zeggen. Oké, we hebben nog één bal over. Ik gooi hem maar gewoon een beetje recht vooruit, want het interesseert me toch al niet meer. Dan komt hij eruit. Huppatee. En dan gaan we lekker door naar de volgende Pokémon. En de eerste nieuwe Pokémon is een Shuppet. We hebben nog geen Shuppet. We hebben ook nog geen Banette. We hebben nog helemaal niks. Het is gewoon de eerste Ghost Event Pokémon die we ooit zien. Dus we gaan kijken wat we kunnen vangen op deze manier. We hebben een Great Curveball met een Great Ball. En een Pineberry. We hopen het natuurlijk te hebben. Er is 12 candies op het moment met dit event bezig. Dus huppatee, we hebben hem. Oké, we hebben een nieuwe Pokémon voor de Pokédex. Het is de eerste nieuwe Pokémon voor vandaag. Laten we gaan kijken wat hebben we allemaal. 12 candies. En natuurlijk de 7 dagen streak. Dus daarom 3000 Stardust. Nou, laten we zien hoe die in de Pokédex staat. Heerlijk dat 7 dagen streak over zijn gezicht stond. Nou, het ziet er goed uit. Mooi Pokémon. Laten we lekker verder gaan naar de volgende dan, toch, nu? Wat ik wel een beetje, ja, een beetje onzin vind, is dat je maar 50 candies nodig hebt om te evolven. Want op het moment dat je 4 Pokémon's te vangen en je kan hem evolven. 4 Shuppets en je kan gelijk een Manette maken. Dus ja, in dat opzicht, het gaat wel heel makkelijk op deze manier. En ja, ben ik er niet helemaal mee eens. Oh, dan gaat het gewoon vandoor. En hier hebben we een wilde Duskull. Hij is CP359, niet dat dat wat uitmaakt. Want we hebben gewoon nog geen Duskull, dus we gaan kijken of die kunnen vangen. Gaan we onze Great Curveball met een Great Ball, huppatee, met de Pineberry. Ze hoeven net ook de Shuppet te hebben gevangen. 1 en eruit, oké, dus niet Duskull. We gaan het gewoon nog een keer proberen, huppatee, Pineberry. Daarvoor heb ik mijn Pineberries op gespaard natuurlijk. En daar gaan we. Nou, hebben we hem. 1, 2, 3, top, we hebben Duskull weten te vangen. Dat is mooi. Laten we kijken hoe die in de Pokédex staat. Huppatee. 12 candies. Duskull. Duskull is best wel een coole Pokémon. Zijn evolutie vind ik nog cooler. Maar ook voor deze maar 50 candies. En dan gaan we door naar de derde nieuwe Pokémon voor vandaag. En dat is een Sableye. Er is een mogelijkheid dat je Sableye vindt en dat hij shiny is. Als je dat hebt, gooi er een Golden Raspberry en een Ultra Ball op. Oké, want die dingen zijn super zeldzaam. Ik bedoel, ik ben net zo goed als elke andere persoon nog op zoek naar die shiny Sableye. Maar ja... hoe groot is de kans dat je echt een shiny Sableye gaat vinden, toch? Even kijken, we gaan gewoon weer voor Golden Raspberry. Ik weet ik veel hoe zeldzaam die beesten zijn. Plus ik had er nog niet één, dus waarom niet, hè? Waarom niet? We gaan gewoon kijken of we hem kunnen vangen. Hebben we hem? Dan is het 1, 2, 3. We hebben de gewone Sableye gevangen. Geen shiny, helaas. Nou ja, laten we kijken hoe hij in de Pokédex staat dan. Het is de derde nieuwe Pokémon voor deze video alweer, dus dat is mooi. Dat is mooi, staat erin. Prachtige Pokémon. Gaan we lekker door naar de volgende. Nou, we hebben hier twee Shuppets bij elkaar. Dus laten we kijken of we deze kunnen vangen. Shuppet, kom. Goed zo, brave Shuppet. Even kijken, als we deze Shuppet vangen en de volgende Shuppet vangen. Dan hebben we er 3. We hebben er 4 nodig.
Dus dan hebben we er hierna nog maar eentje nodig. Kijk, ja, we kunnen een curveball gooien terwijl die aan de linkerkant van het scherm zit. Ik vind het netjes hoor. Het is netjes, dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Dan hebben we onze tweede shuppet weten te vangen. Dat is mooi. Dan gaan we door kijken of we de derde ook kunnen gaan vangen. Ja, als ik vind het allemaal prima. 12 candies erbij zitten. Nu op 24 candies. Nou, kunnen we deze ook dan vangen? Ook deze doet weer moeilijk. Kom. Goed zo. Oké, even kijken over deze shuppet. Ik bedoel, ik heb mijn Ghost Badge ook nog niet goud. Dus in dat opzicht vind ik het wel een prettig event eigenlijk. Even kijken. Go. Ah, we raken hem net niet. Raken hem net niet met de Great. Is jammer. 1. 2. 3. Top. We hebben de Shuppet gevangen. Dat is nummer 3. We hebben er nog 1 te gaan. Nou, de volgende nieuwe event Pokémon die we tegenkomen is de Pikachu. Zo'n 539 CP Pikachu. Dat is helemaal niet verkeerd hoor. Wat dan ook. Dus laten we kijken of we deze Pikachu kunnen pakken. Pakken een Great Great Curveball. En even kijken, hebben we hem dan ook? 1, 2 en 3. Top, we hebben Pikachu erbij met zijn muts. Komt er ook weer bij. Is niet nieuw in de Pokédex helaas. Dat zou leuk zijn geweest, maar hey, wel leuk om te hebben. Kunnen we gelijk ook evolven, maar dat, eerst moet ik even deze Duskull gaan vangen. En er zit nog een Shuppet, dus als we die Shuppet pakken, dan hebben we genoeg voor Banette. De reden dat ik zeg dat je dat genoeg hebt, dan hebben we namelijk 48 candies. En dan kun je er gewoon 1 transferen en dan zit je op 50. Want je krijgt ook weer transfer dubbele candies op het moment, jongens. Maak daar gebruik van. Transfer de Tyranitars die je niet meer wil. En de, weet ik veel, Legendaries die je niet meer wil. Je Lapras die je niet meer wil. Transfer hem nu, tijdens dit event. Niet bewaren tot een week na het event en dan gaan zeggen, oh, had ik hem toen maar getransferd. Oké, we kijken of we deze Shuppet er dan nog kunnen pakken. Als dat kan, hebben we genoeg candies om te evolven tot Banette. Zo, we pakken de Pineberry. En dan gaan we ervoor. We gaan hem vangen. Huppatee, we curven die bal. Hoezo was dat geen great? Dat had best wel een great mogen zijn. Oké, 1, 2, 3. Top, we hebben Shuppet gevangen. Dan gaan we hem nu evolven tot Banette. Oké, Shuppet, het is nu tijd om jou te evolven. Je wordt geëvolved, dat wordt dan de vierde nieuwe Pokémon al. En het is, nou, het is net 25 minuten oud, jongens. Dus ja, ze hebben het wel heel makkelijk gemaakt, die mensen bij Niantic. Ik bedoel, ik heb niet echt moeten zoeken. Ik ben gewoon in de auto gestapt en het was al van, oh, even hier stoppen, oh, even hier stoppen, oh, even hier stoppen, oh, en we zijn ook compleet. Redelijk trouwens in de auto zaten we waren van plan met wat vrienden te gaan meeten. Maar ja, hey, wij komen zo meteen aan in het park en dan zijn we al compleet voordat we überhaupt één stap in het park gezet hebben. Dus ja, schiet er ook wel goed op. Nou, we hebben weer hier de Skull, daarvan hebben we er nu nog 2 nodig, geloof ik. Dit wordt nummer 3. Huppatee, dit is dan nummer 3. Dan hebben we nog 1 Duskull nodig en nog 1 Pikachu. Dan zijn we er. Nou, laten we hier gewoon dan nog een Duskull hebben. Deze gaat lekker aan de zijkant van het scherm zitten gelijk. Nou, dan gaan we gewoon curven. Of we gooien gewoon recht. We gooien wel recht, waarom niet? Oh, ik probeerde niet. Jongens, je zag dat ik niet het curven was. Ik was niet aan het curven. Een beetje onzin, Duskull. Ah, kom maar op. Duskull, blijf even zitten. Huppatee. Oké, nou, hebben we hem. Dan is het 1... 2 en 3 en top, we kunnen Duskull gaan evolueren tot Dusklops. Tijd om Duskull te evolven tot een Dusklops. Is best wel mooi om te doen. Ik bedoel, het kostte er maar 4. Het is echt fijn dat ik jullie hebben het zo makkelijk gemaakt met dit event. Het is echt belachelijk. Jullie hebben nog nooit een event gedaan wat zo makkelijk was om te verslaan. Dus ja. Oké, dan hebben we nu alleen nog 1 Pikachu nodig. En dan kunnen we ook Raichu gaan doen. Nou, wat kom ik tegen vlak voordat we het park in gaan om met de vrienden te meeten? De Pikachu. Oftewel, ik hoef het hele park niet erin, want ik ben al compleet. Als ik deze Pikachu tenminste weet te vangen. En dan evolven we de vorige Pikachu tot Raichu, want die was hoger. En dan hebben we het gewoon. Dan zijn we gewoon compleet, jongens. Dan zijn we gewoon nu. We hebben hem. We hebben hem. En ja, ik zeg wel compleet. Maar ja, er zijn natuurlijk nog de 2 moeilijkere Pokémon's van het event. Dat zijn de Pichu met de muts. En de Shiny Sableye. Dus ik ben nog niet helemaal compleet natuurlijk. Maar het scheelt niet heel veel meer. Het scheelt niet heel veel meer. We hebben hier de Raichu met de muts. Ziet er best wel cool uit. Ik bedoel, ik geef nog steeds voorkeur aan de Pikachu. Maar dat maakt niet uit. Nou, er komt een 5 kilometer uit. Jullie weten hoe dit ondertussen gaat. Een willen Elekid of een Magpie. Kom. En we krijgen weer een Stantler. Hoeveel Stantlers hebben we nodig? Wat de...
Nou, en om dan er maar een mooi einde aan te breien, hebben we nog een Suicune hier, 1551. Maakt me allemaal verder niet heel veel uit. Maar ja, leuk event op zich om te doen. Het is alleen heel erg makkelijk gemaakt. Dus, ik bedoel, het is leuk voor de spelers die wat jonger zijn, weet je. Voor als je niet heel makkelijk weg kan of wat dan ook. En je moet echt je eigen buurt gaan zoeken. Dan is dit een leuk event. Maar voor de echte hunters, ja, sorry, maar je bent binnen 10 minuten of 20 minuten ben je al klaar. Dus, ja, ik bedoel... Ik ben blij met de Pichu. Ik heb hem nog niet zelf, maar ik heb hem wel gezien bij anderen. En het is echt het schattigste ding in de wereld. En dan de Shiny Sableye natuurlijk. Die last minute even tenminste echt halverwege die... Ja, een dag verder. Een dag verder nadat het event was begonnen, werd bekendgemaakt. Oh, Shiny Sableye is er ook trouwens. Dus ja, is ook wel cool. Die willen we nog steeds graag hebben. Als ze hem winnen, horen jullie het natuurlijk binnenkort. Heb je nog de... Kom op, Suicune, je mag in de bal blijven zitten ondertussen. Als je genoten hebt van deze video, laat het weten met een like. Liever een comment en natuurlijk het allerliefst met een subscribe. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!